matchende jassen, fietsen en allebei het liefst een afritsbroek aan. Stellen die vaak praktisch hetzelfde gekleed gaan, blijven een fenomeen waar veel mensen een mening over hebben. Het bekende ANWB-koppel lijkt vooral iets Nederlands, maar is dat ook zo? Waarom dragen deze stellen dezelfde kleding? En houdt het ontwerpteam van ANWB rekening met deze koppels bij het ontwerpen van een nieuwe collectie? Mijn naam is Kirsten van Tijn en naast mij in de studio zit Lydia van der Made. En zij is de reporter van dienst. Ik denk dat dit mijn favoriete aflevering is nu al. Ja, toch? Jou ook? By far, ja. Heb jij je ooit betrapt op met je geliefde 's ochtends hetzelfde de deur uitgaan? Nee, nooit. Maar dan word je ineens 30 en dan ga je op vakantie naar IJsland. Dus deze zomer is het toch gebeurd dat wij samen in outdoor kleding... Met een afritsbroek. Nou, geen afritsbroek, gelukkig. Maar wel een praktische regenbroek. En dezelfde wandelschoenen en dezelfde regenjas. Maar het was gelukkig wel in een weids landschap vol met schapen. Ik zou niet zo snel zo in de stad gaan lopen. Als in, jullie zijn niet herkend of gezien door anderen. Nee. Er liepen gelukkig geen andere mensen omheen. En jij, ben jij onderdeel van de ANWB-koppel? Nou, ik wil meteen roepen nee. Maar... ik heb dus een vriendin en soms hebben we wel eens gewoon allebei een wit shirtje, een lekker vaal spijkerbroekje aan en dezelfde ongeveer Nike's. En dan denk je, ik ga me toch even omkleden, want dat kan niet. Of tenminste, nee. Dat is dus het beeld wat we hebben. Maar ik denk dat dat misschien ook wel, misschien zit er ook wel heel veel liefde in het ANWB-koppel, omdat we misschien wel steeds weer op elkaar gaan lijken. En is dat dan liefde? Ik ben heel benieuwd het naar alles. Het straalt in ieder geval verbinding uit. En dat is ook wat de meeste mensen op straat vonden. Oké, ik ben benieuwd. Ja, dat zijn van die oude mensen. En hebben dan van die matchende kleding. Wat erg. Dit is eigenlijk echt heel fout. Maar ik ga er best wel goed op. Nou, we hadden deze pet gescoord en die vonden wij leuk. En dit is ook praktisch, want ik ben niet zo heel groot. En als ik ergens in de mensenmenigte loop en ik heb die pet op, kan hij me vinden. Ik wil geen oordeel daarover hebben, maar ik vind het absoluut niet romantisch. Ja, ouders beginnen steeds met zo'n ANWB-koppel te worden. Dat is natuurlijk mooi, lekker doen. Ook samen fietsen en zo. Mijn opa en oma zijn het al heel lang. Dat is echt al echt... ja, het is lang, ze kennen ze echt zo. Maar ja, leuk. Dat is alleen maar mooi. Het is wel het ultieme doel. Ja, dan zo samen de oud worden, rondfietsen. Ik vind het wel grappig om te zien. Als mensen zo lang met elkaar omgaan, snap ik het ook wel. Ja. Hè? Dan vind je bij de... ja, dan vind je zo'n jas en dan zeg je, goh, zit toch wel lekker. Hè? Zo'n man met veel zakken erin. Ik vind het ook niet leuk als je te veel hetzelfde bent. Want dan heb je niet meer een bepaalde spanningsboog, zeg maar. We hebben wel eens dezelfde fietsen gehad, hoor. Maar dat was dan waarschijnlijk omdat er korting op zat. Eigenlijk is dit ook heel feministisch, want het is genderneutrale kleding. Ook wat een mevrouw zegt, van lekker zo'n mannen... zij noemt het dan mannenjas, maar zo'n mannenjas aan met heel veel zakken. Je maakt eigenlijk het heel gelijkwaardig. Ik vind zo'n fiets nog altijd dat ik denk, kom op, haal die stang weg. Dat is ook voor een man niet fijn om daarop te klappen. Maar het is lekker praktisch. Het is heel praktisch. En ik denk als je op een gegeven moment 45 jaar samen bent... ja, een dagje weggaat en dan een dagje Den Bosch doet... ik snap wel dat je er dan misschien zo bij gaat lopen... en dat je na 45 jaar toch ook dezelfde kleuren leuk bent gaan vinden. Ja, en nou, bijna wat hij zei van het is een doel. Precies. Uiteindelijk, als dat het is, alles smelt samen. Ja, ook de kleding. Voor sommige mensen is het echt een einddoel... om uiteindelijk dat ANWB-koppel te worden... En toch wordt er ook vaak lacherig over gedaan. Mm. En de term is uiteindelijk ontstaan omdat Birgit Kaandorp de term introduceerde tijdens een van haar shows jaren geleden. ANWB-echtpaar. Precies, het ANWB-echtpaar. En vanaf daar is het een eigen leven gaan leiden. En daar sprak ik over met Georgette Koning. Zij is modejournalist en publicist en editor-in-chief van Miro Miro Magazine. Ja, de ANWB is dus van oorsprong een fietsbond, hè? Of een federatie van plaatselijke fietsclubs. Dus het is best wel logisch dat die stellen, dat die vaak fietsen, denk ik. Maar ja, ik heb ook erover nagedacht hoe dat ontstaan is dan, hè? Dat fenomeen van de koppels. En ik denk dat het iets financieels is ook. Ken je, als je terugblikt in de modegeschiedenis, iets soortgelijks als het ANWB-koppel? Nou, dit is eigenlijk een vorm van unisex kleden.
En unisex, dat fenomeen, dat gaat al terug naar de jaren 70. En dat komt voort uit het feminisme. Het gelijk willen zijn aan mannen. En vrouwen destijds, die droegen dus vooral een overal. Ook de tuinbroek, dat is ook een unisex kledingstuk, werd ook gedragen toen door vrouwen. Ik moet zeggen, het was ook wel iets wat op de catwalks op een gegeven moment in die tijd voorbij kwam, al in Parijs. Dus mannen en vrouwen gelijk. Maar die hadden dus dat weer gezien, ja, of die wisten, het komt voort uit feminisme. En hey, het is ook leuk voor een modelook. Dus meestal komen trends voort uit vanaf de catwalk. Maar dit was omgedraaid. En ja, als we dan meer recent kijken, dan is unisex ook wel weer een dingetje. En vooral, dat heeft dan weer te maken met een trend, die heet normcore. En dat is een trend dat jongens en meisjes zich heel basic kleden. Gewoon eenvoudige jeans, bijvoorbeeld een wit t-shirt. Ja, en dan loop je er al snel ook unisex bij natuurlijk, hè. Is het ANWB-koppel een fenomeen wat we in de toekomst nog veel gaan zien? Ik heb wel het idee dat het ANWB-koppel-fenomeen dat het aan het afnemen is. Dat komt ook door de ontwerpen van de jassen waarschijnlijk. Als het afgebeeld wordt, bijvoorbeeld destijds ook op die Facebookpagina, waar het altijd van die hele schreeuwerige jassen, weet je, knalrood met geel of zoiets. En nu zijn die designs, die zijn heel erg ingetogen en hele gedekte kleuren. En je vindt ze denk ik ook bij de ANWB niet helemaal identiek meer. Weet je dat een mannenjas echt anders is ontworpen dan een vrouwenjas? En de originele ANWB-koppeltjestrend zijn denk ik die jassen identiek. Ik heb dus de neiging om bij ANWB-koppel het belachelijk te maken of het lelijk te maken. Maar waar zij ook mee begint, het is eigenlijk heel woke. ANWB-koppels. ANWB-koppels zijn het voorbeeld van nu. Gendergelijkheid. Precies. Eigenlijk. Ja. Ja, al vraag ik me af of dat de mensen die zich zo kleden dat per se willen uitstralen. Nee, zeker niet. Nee, maar het is wel een mooi vertrekpunt. Of het is niet meer alleen maar dezelfde vliesvest aan, laat maar zeggen. Nee, en je ziet ook dat steeds meer jongeren niet per se als ANWB-koppel gekleed gaan, maar wel steeds meer die koepellook gaan omarmen. En dat ze allebei in dezelfde outfit gaan, op een Van Moof, samen door de stad fietsen. Zij een Suzanne Bijltas, hij een muts in dezelfde kleur. Je bent dus ook goed op de hoogte, hoor. Ja. Ze geven daar wel een soort van hele hippe draai aan, natuurlijk. Ja. Dus je ziet daar ook een soort van evolutie uiteindelijk in. Ja, maar dat is sowieso eindelijk iets wat in deze tijd het hokje man wordt opgerekt, het hokje vrouw wordt opgerekt. En misschien noemen we dat uiteindelijk dan niet meer ANWB-koppel. Ik begon ook met dat ik dan toch mij omkleed als mijn vriendin er hetzelfde uitziet. Maar er zit ook wel echt een mooie gelijkwaardigheid in, als je hem zo bekijkt eigenlijk, wat zij ook zegt. Ja, en ja, dat het niet altijd meer getailleerd hoeft te zijn voor een vrouw en los hoeft te hangen voor een man. Maar dat we misschien daarin ook niet meer man en vrouw moeten denken, maar dus non-binair eigenlijk. Het wordt eigenlijk heel fluïde. ANWB stellen. Het is moet ik niet misschien te hard dit roepen, maar wel, ja, het is fluïde, ja. Precies. Ja, ja. En er zit geen binariteit meer omheen. Nee, totaal Hoe niet. Lekker. Die is helemaal weggesmolten eigenlijk daarin. Dankjewel, Brigitte Kaandorp. Precies. En het is natuurlijk ook een fascinerend fenomeen om te zien, die ja. ANWB-koppels. Ja, want we gaan nu naar een fotograaf. Je kan er natuurlijk ook kunst van maken. Precies. Ja. George Maas is een fotograaf die al sinds 2007 ANWB-stellen fotografeert. Zalig. In Frankrijk, in Bretagne, bij Saint-Malo, Fréjol, daar in de buurt, zag ik op een gegeven moment in de verte zag ik twee mensen lopen met dezelfde jas. En voor de rest helemaal niemand. Hè. Het was een beetje september al. En dat vond ik zo'n fascinerend beeld, dat ik ze ben gaan fotograferen, heel klein. Dan liepen ze in een grote ruimte en op een gegeven moment kwamen ze dichtbij. En toen deed ik van, nou, ik kan gewoon met ze praten, weet je wel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n stel fotografeerde.
Veel mensen kennen het fenomeen als het ANWB-stijl, maar jij spreekt van gelijk geklede. Waarom noem je deze mensen zo? Nou, kijk, ik had een werkmap gemaakt en dan noemde ik ze in de snelheid Jut en Jut. Maar toen ben ik, op een gegeven moment zat ik dus bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. En toen had ik een beetje het idee, ja, die willen die mensen een beetje in een hokje zetten, weet je wel. Als simpele types of zo. En dat vond ik niet prettig, want ik denk van, ik neem ze volledig serieus. Dus dan heb ik nog in de uitzending, heb ik gezegd, als ik een boek uit ga brengen, dan noem ik het niet Jut en Jul, maar dan noem ik het gelijk gekleed. Want het is eigenlijk met respect naar de mensen die het doen. En dat ik ze dan niet wegzet als een Jut en Jul. Want Jut en Jul is toch een beetje een soort schimpnaam of zo. Het fenomeen van de koppellook is iets wat in Korea is ontstaan. Daar gingen mensen die op huwelijksreis waren helemaal hetzelfde gekleed. Jij bent zo'n stel in Amsterdam tegengekomen en je hebt ze ook gesproken. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ik zag ze in een tram zitten, dus dan ben ik de tram gevolgd, zeg maar. Ik stapte uit bij het Centraal Station en het bleken mensen te zijn uit Korea, Zuid-Korea. En die zeiden van, in het Engels dan, in Korea is het heel normaal. Als je getrouwd bent of verliefd bent met elkaar, op elkaar, dan trek je dezelfde jas aan. En zij hadden dan ook dezelfde schoenen. Dus ik vond het een fantastisch verhaal en ook een leuke foto geworden. En heb ik de e-mailadres van hun gehad, want dat doe ik ook altijd wel, want dan kan ik achteraf nog iets vragen erover. Dus ik heb een e-mail gestuurd met de foto van hoe ze erbij waren. En toen zeiden ze, in Zuid-Korea is dat gewoon gangbaar. Dan zie je soms hele straten vol met jonge mensen die gelijk gekleed zijn. En toen zei die, volgens mij zei die jongen, ik had contact met die jongen, die zei, dat hebben we toen niet verteld, maar we hadden toen ook dezelfde onderbroek aan, snap je? Dus eigenlijk zit er ook heel veel verbinding in hetzelfde dragen. Zelfs als je dus dezelfde onderbroek aan hebt. Enorm. Ja, dat is wel mooi. Want het is eigenlijk, als je kijkt naar, als we het een beetje breder trekken, als mensen gaan trouwen, dan willen we wel ineens hetzelfde bloemetje en eenzelfde kleuraccent. Een pasteltintje wat dan overeenkomt. Dat willen we wel, maar we willen niet helemaal hetzelfde. Terwijl er zit dus toch in hetzelfde dragen zit liefde en een verbinding. Ja, voor sommige mensen wel, blijkbaar. Ja. En ik vind het wel mooi ook dat hij het gelijk geklede noemt. Zo'n mooi woord. Hij schrijft het ook aan elkaar. Ik heb erop gezocht. Ik kan niks vinden van mensen die dit op deze manier ook gebruiken. Hij is de enige die dit doet. En ik vind het zo'n veel mooiere term dan ANWB-koppel eigenlijk. Ja, omdat je meteen voelt van dit gaan we niet belachelijk maken. Precies. En dit gaan we niet ondermijnen. Dit gaan we alleen maar, hij maakt er zelfs een foto van en hangt het in een museum op. Precies, ja, ze zijn in een museum te zien. En het zien, is zelfs een cultuur, dat is ook zo mooi. Ja, en er zijn ook, hij vertelde ook dat het in bepaalde culturen veel meer voorkomt. Zuid-Korea gaf hij al aan. In Duitsland is het ook vrij normaal om gelijk gekleed te gaan. Vandaar al die badplaatsen in Nederland. komen ze weer in hetzelfde fluoriserende vliesvest. Zo Egmond binnen, weet je wel. Daar schijnt het ook vrij normaal te zijn. Dus er zijn een aantal landen die dat heel sterk hebben. En juist ook weer hele culturen die dat juist veel individualistischer benaderen. Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder, dat de ANWB ook echt reactie heeft gegeven. Ik dacht, hier wil de ANWB niks mee te maken hebben, want het is negatief. Maar dat is dus helemaal niet zo. Zij hebben het ook omarmd. Zij zien het ook echt als iets wat verbinding uitstraalt. En ik mocht inderdaad langs bij ANWB op kantoor. En daar ging ik in gesprek met Saskia Bosman-Munter. En zij is stylingcoördinator en verantwoordelijk voor het samenstellen van de collectie van de ANWB. En hun eigen merk Human Nature. De ANWB koppellook is natuurlijk heel bekend van de mensen met dezelfde outfits. En die is natuurlijk heel erg aan jullie merk van de ANWB gekoppeld. Is dit iets waar jullie ooit jaren geleden mee zijn begonnen om het bewust op die manier te ontwerpen voor koppels? Of is dat iets wat klanten gewoon zelf meer als koppellook zijn gaan dragen? Nou, we zien dat onze klant is echt een ontzettende sociale klant. Het is een klant die graag samen wandelt, samen fietst, samen op vakantie gaat.
En daaruit zien wij, denk ik ook, dat ze elkaar gaan spiegelen. En omdat ze dus diezelfde gemeenschappelijke interesses hebben en dezelfde dingen ook interessant vinden. En ook dezelfde, denk op een gegeven moment ook dezelfde smaak hebt. Ga je ook daarom, denk ik, dezelfde kleding dragen. En onze artikelen die passen natuurlijk wel goed bij elkaar. Ook omdat wij uitgaan van dezelfde functionaliteiten. Dus een jas voor een dame heeft dezelfde functionaliteit als een heer. En denk bijvoorbeeld aan waterdicht, winddicht, ademend, reflectie, bepaalde reflectie-eigenschappen, zodat je veilig bent in donker. Altijd handige ritsen als je op de fiets stapt, dat je hem een stukje open kan ritsen aan de onderkant, dat je genoeg ruimte hebt om te fietsen. En ik denk dat het daardoor is ontstaan. Mannen- en vrouwenjassen hebben vaak een wat andere vorm. Voor vrouwen is het vaak wat getailleerder dan voor mannen. Maar ze zitten wel vaak, de jassen hebben vaak dezelfde kleur, of in ieder geval dezelfde kleurtinten. En zijn ook van hetzelfde materiaal vaak gemaakt. Heeft dat vooral een praktische reden, of is dit juist een hele bewuste designkeus? Ja, nou inderdaad, onze eerste uitgangspunt bij het ontwerpen is natuurlijk die functionaliteit en comfort en het draaggemak. En dat is echt onze eerste uitgangspunt. En daarna doen we er een modische, geven we daar een modische touch aan, om het mooi te zeggen. De functie volgt eigenlijk de fashion. En dat is eigenlijk omgedraaid hoe de fashionwereld werkt, want die gaat heel erg uit van het moet helemaal mooi en esthetisch zijn. Alleen ja, is het vaak, zit er geen draagcomfort heb je dan. En dat is niet hoe wij ontwerpen. Dus daardoor maken we ook wel gebruik van dezelfde kwaliteiten en dezelfde details, wat ik net ook al inderdaad vertelde. En dat is ook weer iets wat heel erg aantrekkelijk is voor mensen. Je wilt natuurlijk gewoon je fijn voelen als je reist of wandelt of fietst, wat onze klanten heel veel doen. En dan wil je goed in kunnen bewegen. En dat is echt ons belangrijkste uitgangspunt eigenlijk van onze AWB-kleding. Onder vooral met name jonge, hippe stedelingen is het op dit moment ook echt een trend om voor die koppellook te gaan. Vaak een beetje een outdoor-achtige uitstraling met dezelfde jassen en ook matchende fietsen. Is dat iets waar jullie als ANWB ook op dit moment op inspelen, op die jonge mensen? Nou, we zien inderdaad dat die urban outdoor look echt een trend is. En we zien ook dat onze klanten dat erg belangrijk vinden. Dat die functionele eigenschappen dus steeds belangrijker worden. Maar we zien ook dat jonge mensen dat steeds belangrijker vinden. Hè? Dus dat artikelen voor meerdere momenten geschikt zijn. Hè? Want dat is natuurlijk een heel functioneel zijn. Dus ze doen wat ze moeten doen. En wij geven wel ook die functionele artikelen die wij dus verkopen, steeds modischer uitstraling door het juiste kleurgebruik en ook wat te kijken naar de juiste materialen en de juiste accenten. En ik denk dat het daarom ook steeds aantrekkelijker wordt voor een hele brede groep om onze artikelen te gaan gebruiken. En zit daar nu verschil in als je kijkt hoe jullie nu ontwerpen met misschien die wat jongere doelgroepen en die trend in je achterhoofd dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden, toen jullie misschien nog wat meer op een oudere doelgroep gericht waren? Ja, wij ontwerpen eigenlijk niet specifiek voor een bepaalde leeftijd, maar meer voor een klant die behoefte heeft aan een bepaald soort artikel. En juist ook voor de jonge gezinnen. Die denken natuurlijk ook heel veel over duurzaamheid en kwaliteit. Zien we daarin ook een hele grote groep die onze artikelen en onze jassen draagt. Het is een trend. Het is een trend. Dat wist ik echt niet. Ik had dat nog niet door. Nee, het is echt een trend, die outdoor look. Wel net iets anders dan het ANWB-koppel zoals we dat kennen inderdaad. Maar het is echt een trend op dit moment om full outdoor gewoon door de stad te gaan lopen. Ja, dus wat jij in die bergen hebt gedaan. Want heel eerlijk, ben jij ook naar de ANWB-winkel gegaan? Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt, ik ben geen lid van de ANWB. Oh, dat is ook nog een ding. Ja, je moet daar lid van zijn. Maar vergis je niet, zij hebben 5 miljoen actieve leden in Nederland. Ongelooflijk. Dat is echt En dat is gigantisch. Niet alleen het pasje in de auto, dat is echt de kleding. Nee, dat is wel deels het pasje in de auto, maar een groot deel daarvan koopt dus ook echt hun jassen bij de ANWB. Wauw. Ja. Maar jij wist al dus al dat het een trend was, want jij liep helemaal heel trendy door de bergen, maar wilde toch niet gezien worden. En nu als je dit zo hoort, zou je dan nu zo Den Bosch doorlopen? Nou, weet je wat het is?
Ik denk dat ik te veel een eigen identiteit heb om onderdeel te willen zijn van een koppellook. Ja, snap ik. Ik vind dat versmelten heel mooi bij andere mensen. Maar op een andere manier. Ik zou zo bang zijn dat je eigen identiteit daar misschien ook een beetje in verliest. Daar ben ik misschien te eigenzinnig voor. Ja. Dat is denk ik ook waarom ik toch elke keer iets anders aandoe dan als ik zie dat we hetzelfde de deur uitgaan. En als we het hebben over versmelten, zal ik het er gewoon maar ingooien. Want de volgende aflevering gaan we het hebben over romantiek. We gaan steeds meer versmelten. Het wordt steeds juicier, deze podcast. Maar niet voordat we weer hebben geluisterd naar een gedicht voorgelezen door Mr. Candlelight, Jan van Veen. Ik ben Kirsten van Tijn. De reporter van dienst deze aflevering was Lydia van der Made. Deze podcast werd verzorgd door Outcast Media en is een productie van Design Museum Den Bosch. En dan gaan we nu weer naar Jan van Veen. ANWB-stel door Jesse Salinas uit Rotterdam. Op de vluchtstrook van de liefde heb ik langs vele wegen gewacht. Tot jij in de regen voorbij kwam fietsen met je ontwapenende lach. Je droeg dezelfde regenjas en je fiets was ook een van Moof. Het is dankzij jou dat ik sinds die dag weer in de liefde geloof.